Nu gaan we de grafieken afwerken. Ik heb gewoon de waarden gekopieerd. Dat is het enige wat ik gedaan heb. Dus hier ziet je de waarden waarop we de eerste grafiek mee gaan maken. Dus je hebt een aantal jaren staan en je hebt het inflatieritme. Goed, hiervan had jij gevraagd voor een lijngrafiek te maken. Dus dat ga ik eerst doen. Dus wat doet je altijd eerst? Selecteren wat je nodig hebt. Zo, zelfs inclusief de titeltjes. Gedrukt op diagram. En dan gaat je je diagramtype kiezen. In dit geval was dat een lijndiagram. Ik kies eigenlijk altijd die met de lijnen, de punten en de lijnen erbij. En ik vind het mooi als je ze zo ook nog vloeiend maakt op zich. Ja, je kiest zelf wat je wilt. Wilt wilt je zelf zo'n 3D lijn, dat weet je ook. Hè. Dus dat, dat is gewoon wat experimenteren. Druk op volgende. Welk bereik heb ik? Dit is altijd een belangrijke. Hier gaan ze moeten kiezen of ze de gegevensreeksen in rijen willen vergelijken. Maar hier staan de gegevensreeksen in kolommen. Dus dat is gemakkelijk. Hier staat dat de eerste rij een labeltje is. Dus dit is een label, dat klopt ook? Hè. Jaren in en inflatieritme. Maar ik ook zeggen dat die eerste kolom ook een label is. Hè. Uw jaren wilt je eigenlijk beneden hebben staan. Dus als ik dat aanduid, even wachten en dan gaat de grafiek zich aanpassen en dan krijg je die lijngrafiek. Nu ik zie hier dat je eigenlijk inflatieritme als enige in de legende hebt staan. Dus op zich zou dat zelfs weg kunnen, dus dat gaan we ook doen. Druk op volgende. Hier past je eigenlijk nooit iets aan. Volgende. Je geeft er een titeltje aan, je hebt dat toen genoemd inflatieritme. Als je dat in een titel geeft, lijkt me dat onlogisch dat je hier nog eens hetzelfde woord van de legende hebt staan. Dus ik zet de legende even uit. Je kunt er eventueel een subtiteltje aangeven. We hebben daar toen bij de x-as bijgezet jaar. En bij de y-as hebben we gezegd: percentage. Percentage. Zo. Voilà. Even wachten. En dan gaat hij dat doorvoeren. Voilà. Wil je daar rasterlijntjes bij op de x-as? Je dat aan en die gaat die tekenen. Meestal laten we die uit. Je drukt op voltooien en je eerste grafiek is eigenlijk klaar. Ik zal het maar groter maken. Het meeste uh, voordeel heb je nog als je mod gaat vervraaien. Dus als je uh, daar ergens iets in selecteert, altijd zorgen dat je in de grafiek zit. Hè. Als je er buiten klikt, je gezien, dan krijg je een andere werkbladen, dan zit je niet in de grafiek. Duw je hem één keertje aan, dan is gewoon om hem te selecteren, maar dubbel klikt je, dan springt je in je grafiek. Hè. Dan kun je één voor één de onderdelen aanduiden die, die je wilt gaan aanpassen. Stel dat ik zeg, ik wil dit vlak een kleur geven, je dubbel klikt op dat vlak. Ik sleep het even in beeld wat dat er kwam staan. Je kunt zeggen dat je het gebied een kleurtje wilt geven. Of een kleurovergang. Dat is misschien ook mooi hier. Alhoewel die kleurovergangen zijn op zich niet zo geslaagd vind ik binnen. Let's even kijken wat dat geeft. Ja, ik vind die niet zo mooi in, uh, in kalk. Dus, uh, dus die kleurovergangen, daar blijf ik meestal vanaf. Die is misschien nog te doen. Dus ik kies meestal gewoon een zacht kleurtje. Ik kies van onder zitten de zachte kleuren. Een licht groen kleurtje. Oké, okay, en je hebt. Uh, je hebt een achtergrond. Je zegt dat moet niet blauw zijn. Je duwt dat aan. Je kunt erop dubbel klikken. Of je kunt rechtermuisknop doen. En dan kun je ze ook opmaken. Dus uh, als we hier een keer... Wat gaan we daarmee doen? De Degevensreeksen opmaken. De lijn die moet niet blauw zijn, maar die moet fel geel zijn. Zo. Ik ga die wat dikker maken. Het pictogrammeke veel groter. Dus ik ga dat een keer groter maken. Dan moet dat pictogrammeke blauw. Oké, okay, voilà. Oei, ja, hij gaat het pictogram ook hetzelfde kleur geven. Op zich maakt dat niet uit. Je kunt dat ook nog veranderen. Hè? Je kunt daar de waarden bij zetten. Dus als je gezegd, hier moeten we de effectieve waarden ook bij. Dus dan kun je zo een gegevensreeks aanduiden. Rechtermuisknop en je zegt gegevenslabeltjes invullen. En dan gaat hij de waarden er ook bij zetten. Dat had je daar straks ook gedaan. Rechtermuisknop, ik ga de gegevenslabels een keer opmaken. En ik zeg dat die er niet meer moeten bij staan. Zo. Stel dat je ze zegt je kunt ze draaien, zo 45 graden zetten. Oké, okay. dan gaat je zien. Dan gaat hij er schuin bij staan. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan. Wat dat moeilijker is, is hier de opmaak van aan te passen van zo'n uh, zo titeltje. Dat zal er even zoeken. Wat dat ik doe, is ik zorg dat ze geselecteerd zijn. En dan kun je via opmaak uh, even zoeken. Ah, nee, nu zit ik er niet in, denk ik. Ah, Gaat dat misschien zo ook? Ah, Zo gaat dat blijkbaar ook. Opmaak hoofdtitel. Dat is een nieuwe voor mij. Dan zou je het lettertype veel groter kunnen zetten. Ik weet dat ik snel ga, hè, maar je kunt altijd alles uh, even op pauze zetten. Bij de teksteffecten, dat is een die ik vaak doe. Ontrek en schaduw. Dus ik vind dat wel een mooi effectje hebben. Geef dan een, een kleurtje rood in dit geval. Oké. Okay. Je klikt er ergens buiten en je gaat zien dat hij dat uh, toevoegt. Dus datzelfde gaat voor jaar en percentage enzovoort. De hele grafiek kun je ook een achtergrond geven. Dus als je zegt die moet lichtgrijs zijn. Oké, okay, voilà, je hebt. Heel mooi is als je er eigenlijk een lijntje rond zet. Dus je dubbelklikt daarop. En je zegt bij randen. Hier. zet een lijntje. Zet dat niet te dik. Ik zet dat soms zelfs op 0,05. Dus wat een dunner lijntje. Oké. Okay. En je hebt er een mooi lijntje rond staan. En uw grafiek heeft toch al wat vormen hè? Goed, dat is een lijngrafiek. Dus ik noem die even lijn. Zo. Dus ik heb gedubblikt en dat je in de les ook gedaan. Het tweede blad. Daar uh, moeten we ook een. Uh, daar moeten we eigenlijk een dubbele lijn van gaan maken. Dus ik ga dan een keer, hier kon je dubbel klikken voor dat breder te maken dus, ik dubbel klik dan even, zodat dat de juiste breedte heeft even alles in het midden, dat we dat mooi zien Goed. dus eerst je bereik aanduiden, gedrukt op grafiek we gaan een keer kijken, ik had daar toen een dubbele lijn van gemaakt, dus ik ga opnieuw een lijngrafiekje pakken ik pak die weer met de puntjes, je kent me ondertussen, hè. ik zeg vloeiend en zo. En dan gaan we dat nog wel moeten aanpassen. Volgende. Hier weer eentje die ik moet gebruiken. Eerste kolom als labeltje. Eens even aanduiden. Ik ga mijn dubbele lijnen al krijgen. Ik druk volgende. Volgende. Ik moest daar een titeltje bij. Bij u was dat verband tussen inflatie, ritme en groei. Voet. Had je daarvan gemaakt? Je kunt ook zeggen verband. En dan dit weglaten, dat is soms ook een mooi effect. En je gaat dit hier bij je, bij je subtiteltje zetten. Dat is eigenlijk ook wel mooi. Je noemt dat verband, inflatie, ritme en groeivoet bbp. Zit je? Dan heb je dat zo onder elkaar staan. Kon die x-as, gingen we nog bijzetten, jaartal. Of jaar, maakt niet uit. y as per cent. Zo. Uh, legende, zou ik er even onder zetten. Je weet dan wordt je grafiek wat breder getrokken. En dan heb je dat hier wat duidelijker staan. Rasterlijntjes is prima. Je drukt op voltooien. Je maakt hem zo groot, zo breed, zo lang als je zelf wilt. Je kunt misschien ook tegen de leerlingen zeggen dat, het, dat je door dat smaller te maken of juist breder te maken, dat dat lijkt of die evolutie geleidelijker aangaat, Maar dat het eigenlijk ja, een beetje gezichtsbedrog is. Ik zie hier dat mijn x-as wel op een vreemde plaats staat. Jij vond die goed dat die daar in het midden stond. Ik weet dat nog dat je dat met Bert even over had. Ik vind het leuker dat die van onder staat. Dus ik denk dat als ik daarop dubbel klik. Dat ik daar de gegevens van kan aanpassen. Positioneren. Ah ja, hier kon je kiezen. Ik moet even zoeken. Labelpositie, was het buiten het begin? Kan ik er kijken? Oké, drukken. Ja, voilà. Ik vond dat duidelijker. Dan zat het daar zo niet door. Hè? Maar ja, jij vond dat wel aangenaam. Op zich, helemaal geen problemen. Ik ga er nog een grabbe kleur aan geven. Dat weet je ondertussen dat ik dat doe. Oké. Okay. Ik dubbelklik daarop. En ik zet er ook een lijntje rond. Lijnen. Zo. Oké, okay, dus dan heb ik alle grafiek met een dubbele lijn. Meer hebben we toen niet gedaan in deze, in deze oefening. Dus ik noem die.